Goedemorgen. Ik heb reclame zien van Broncos Dalmucus. En ik zou graag willen hebben tegen mijn hoest. Hebben echt slijmen zitten hier op de luchtwegen? Het is meer zo'n prikkelhoest. Ja, van hier dat het komt. Ja. Ja, want zo die Broncos Dalmucus, dat is een heel goede siroop. Maar dat gaat hier op de luchtwegen de slijmen losmaken. Ah. Dus dat je eigenlijk beter je slijmen kunt ophoesten, dat die zeker niet vast komen te zitten. Nu, als je zegt, ik heb meer een prikkel, dat komt vandaar. En ik hoest eigenlijk amper slijmen omhoog of nooit. Ja. Dan kun je beter iets anders pakken. Oké. Okay. Apothekers zijn niet zomaar verkopers. Apothekers moeten waarschuwen over risico's, over bijwerkingen, over doseringen en moeten vooral de juiste vragen stellen aan de patiënt. Maar doen ze dat ook in de praktijk? Dat zijn wij nagegaan. Martien is er komen bijzitten. Dag Martien, gezondheidsexperte. Vertel eens Martien, wat hebben we precies willen onderzoeken? Ja, we hebben willen nagaan of apothekers wel kwaliteitsvolle zorg leveren wanneer een consument komt met een vraag naar een specifiek geneesmiddel dat hij gezien heeft op reclame. Want er is heel veel reclame op tv, er worden heel veel geneesmiddelen gepromoot. En de apotheker die mag die niet zomaar verkopen. Die moet dan de juiste vragen stellen om in te schatten van is dat geneesmiddel wel geschikt voor die consument die hier voor mij staat. Oké. We hebben twee scenario's toegepast. Eén voor Nurofen-tabletten, één voor een hoestsiroop. Kan je even toelichten? Ja, klopt. We hebben heel realistische scenario's uitgedacht en die we dan alle twee getest in een vijftigtal apotheken. Het eerste was een scenario voor Nurofen Fastcaps, waarbij dat de undercover onderzoekster die een maagzweer had, die ging naar de apotheek en die vroeg naar Nurofen Fastcaps omdat ze last had van hoofdpijn. Maar dit geneesmiddel dat kan heel typisch maaglast geven. Heel slechte combinatie. Uiteraard niet geschikt voor iemand die een maagzweer heeft gehad. En de apotheker had in dat geval paracetamol moeten aanraden. Sowieso het eerste keuzegeneesmiddel bij hoofdpijn en kan ook veilig gebruikt worden bij maaglast. Oké, ander voorbeeld, hoestsiroop? Ja, in het tweede geval vroeg de undercover onderzoekster naar een hoestsiroop, Broncosedal mucus, ook gezien in de reclame. In dit geval had de onderzoekster last van een kriebelhoest, maar die werd veroorzaakt door een geneesmiddel dat ze nam tegen hoge bloeddruk. Een typische bijwerking dan? Ja, inderdaad, heel typische bijwerking van dat geneesmiddel. Een hoestsiroop helpt niet in dat geval. En de apotheker had niks moeten verkopen en doorverwijzen naar de arts. Belangrijk, wat iedereen wilt weten, neem ik aan. Wat zijn de resultaten? Hebben de apothekers gedaan wat van hen wordt verlangd? Ja, de resultaten waren helaas heel erg teleurstellend. Slechts 2 van de 96 bezochte apothekers hebben voldoende vragen gesteld om de situatie goed in te schatten. En slechts 8 van de 96 apothekers hebben uiteindelijk het juiste gedaan. Dus in het eerste scenario paracetamol afleveren en in het tweede geval niks afleveren, doorverwijzen naar de arts. Dat zijn echt wel heel slechte resultaten. Ja, bitter slecht. Wat moet er dan gebeuren om het beter te doen? Ja, er zijn een aantal zaken waar dat op ingezet moet worden. In de eerste plaats moet er ingezet worden op bijscholing over dergelijke situaties waarbij dat de consument vraagt naar een specifiek geneesmiddel aan zijn apotheker. En dan in de tweede plaats is het ook aan de overheid om de kwaliteit van zorg geleverd door apothekers om die beter in kaart te brengen en te gaan monitoren. En dan tenslotte vinden wij het ook heel belangrijk dat reclame voor geneesmiddelen dat verboden wordt. Hè. Ons onderzoek is eigenlijk de beste illustratie van dat reclame voor geneesmiddelen gevaarlijk kan zijn, zeker als de apotheker zijn job niet doet. Dat voor de apothekers. Wat kan de consument intussen tijd doen? Ja, de consument kan ook een aantal zaken zelf doen. Hè. In de eerste plaats, laat u geen blaadjes wijsmaken. Geloof niet zomaar wat er op de reclame wordt gezegd. Dan in de tweede plaats, als je naar je apotheker gaat, stel dan zelf ook voldoende vragen en wees ook open over andere geneesmiddelen die je neemt of over aandoeningen die je hebt. En dan, last but not least, we hebben op onze website ook een databank geneesmiddelen en in die databank vind je voor bijna alle geneesmiddelen ons advies. Hè. Is het een eerste keuze geneesmiddel of is het een geneesmiddel eerder van betwist nut of is het zelfs af te raden? Oké. Dank u Martien, super interessant. Wil jij er meer over weten? Neem dan zeker een kijkje op onze website.